Dan mogen we even kijken wat er voor u staat te wachten om de sterkste of uitdagingen te vertellen van een hoevenwinkel. We maken het allemaal even stil. Mieke, aan u het woord. Een hoevenwinkel, voor mij is dat eigenlijk ook wel een beetje toekomstmuziek. Ik vind het een hele meerwaarde voor uw bedrijf en dan zou ik de kringloop op mijn bedrijf volledig sluiten. Ik zou er kleinschalig in beginnen en langzaamaan erin groeien. En je moet ook altijd zorgen dat het proper ligt op uw bedrijf. En dat je aan uw klanten ook eens kunt verwachten aan de vraag van mogen we eens bij de dieren gaan kijken. En dat je daar altijd op voorbereid bent. En je hebt, ik zou ook wel meerdere hoevenproducten naar mijn winkel brengen. Dat het nog een breder assortiment is. Dat je nog een breder assortiment krijgt. Dat je nog meer cliënteel kan krijgen. En je moet je ook wel voorbereiden. Het cliënteel die bij jou komt, dat wil meer geven voor je product. Maar ze willen wel echt een vers en biologisch en goed product. En dan zullen we misschien wel toekomstig zien. Ja, zeker en vast. En dan komen wij naar Zwolle. Mieke Vernies!